fiets nu door de Flevopolders, langs de bloeiende bollenvelden. Vandaag Koningsdag, dus ik heb een oranje shirt aan. Kijk hier, mooie tulpenvelden. Rechtsaf richting Almere Haven. En links van mij de Stichtse Brug richting het vasteland. En recht voor me ligt de nieuwe Cirkelbrug. Die is net geopend. Vanaf de brug heb je een mooi uitzicht op het kunstwerk van de Groene Kathedraal. Het is een stuk bos, populiere bos, in de vorm van een kathedraal. Dit is de nieuwe brug. Even met de GoPro filmen. En dan komen we langs de Anti-Kathedraal. Dat is hier. En dan kan je beter op de luchtfoto zien. De open plek in het bos vormt dan de kathedraal. We staan nu in het midden van de Groene Kathedraal, een open plek in het bos. En hier is het populaire bos in de vorm van dezelfde kathedraal.
Dit is een kopie, maar dan in de vorm van een open plek. En nu ga ik weer terug en dan ga ik richting deze nieuwbouwwijk, Oosterwold genaamd. Dat was ook te zien bij Reis in Waas vorig jaar op tv. Dit is nog zand. En nu kom ik weer uit mijn fietspad. En links zie je de wijk Oosterwold en rechts ook. Een aparte nieuwbouwwijk met weinig regels qua architectuur. Dus je mag bouwen wat je wil. Dat is ook te zien in het reisprogramma van Tom Waas, Reizen Waas in Nederland. Vorig jaar. Oosterwold heet dit. In de gemeente Almere. Via de Tureluurpoort verlaat ik weer Almere. Met allemaal buizerds boven mijn hoofd. Windturbines.